Biekwik 1887 kreeg zondagmiddag het Amsterdamse AFC op bezoek. De thuisploeg speelde de eerste twee wedstrijden in de topklasse gelijk en wacht nog op de eerste overwinning. AFC begint goed aan de wedstrijd en krijgt alle ruimte van Biekwik. Enrico Patrick met de actie over de rechterkant en oud-FC Groningen-speler Pepijn Kluin is de Biekwik-verdedigers te snel af. In de derde minuut al 1-0 voor AFC. Biekwik gaat op zoek naar de gelijkmaker. Na 8 minuten krijgt de thuisploeg de eerste kans, maar Rob van der Leij stuit op Youssef El Abdaloui. Goede mogelijkheid en de ploeg van coach Micha Visser blijft dreigend. Weer probeert Biekwik door het centrum. AFC krijgt de bal niet weg. Mooie steekpaas van Hoksaai op aanvoerder Strengholt, maar AFC heeft een prima keeper onder de lat staan. In de tegenaanval wordt AFC weer gevaarlijk. Biekwik heeft de organisatie nog niet op orde. Tim Wulfraat met de actie wordt niet goed verdedigd en de lage schuiver klopt keeper Snijders. 2-0 voor AFC binnen 10 minuten. Biekwik is aangeslagen en moet opletten dat het duel al niet voor rust beslist wordt. De ploeg speelt onrustig en verdedigt niet goed. Weer AFC met balbezit. Vrije trap op een mooie plek. Patrick draait de bal gevaarlijk in, maar het schot uit de rebound gaat ver naast. Na ruim 20 minuten in de eerste helft komt Biekwik weer wat beter in de wedstrijd. Bal aan de linkerkant, Hoksaai met de voorzet, krachtige kopbal van Frank Stemers, maar een schitterende redding van de sterkkeepende Abdaloui. De ploeg van Micha Visser is voetballend zeker niet minder dan AFC. Weer een aanval over de linkerkant. Brian Inge met de kans, Kevin van der Kooi met de gelijkmaker. Nee, weer een redding van Abdaloui. Zulke kansen moeten erin. AFC leunt nu achterover en wacht op de kansjes die komen. Mooie voorzet vanaf de linkerkant, maar Kluin kopt uit een moeilijke hoek voorlangs. Biekwik blijft op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de ploeg wordt slordiger en staat bij rust met 2-0 achter. Na de pauze probeert Biekwik AFC onder druk te zetten, maar de gasten hebben er een verdediger bij gezet en geven veel minder ruimte weg. Voetballend komt Biekwik er niet door. Dan misschien uit de standaard situatie, maar de vrije trap van Inge is niet gevaarlijk genoeg. Corner voor de thuisploeg. Rob van der Leij met de kopbal, maar van de lijn gehaald. Biekwik heeft ook geen greintje geluk. De aanval loopt door en de thuisploeg krijgt nog een vrije trap naar opzettelijk hens. Maar de indraaiende bal wordt gemakkelijk verwerkt door de Amsterdammers. In de slotfase speelt AFC de wedstrijd uit. De ervaren Noord-Hollanders geven in de tweede helft geen kansen meer weg. En zo verliest Biekwik de thuiswedstrijd met 2-0. De ploeg van trainer Micha Visser kwam de snelle achterstand niet meer te boven. We hebben de wedstrijd verknald binnen 8 minuten. En je ziet het wel vaker dat in wedstrijden dat na een goal of na de aftrap dat de ploeg minder scherp is. En blijkbaar was dat bij ons nou ook het geval. Want na 8 minuten 2 kansen keken we al tegen een 0-2 achterstand aan. En ja, dat... Dan loop je de hele wedstrijd tegen een 0-2 aan te voetballen en dat is heel, heel vervelend.